TV-regisseur, ben de baas van jullie allen en wie dat niet mocht bevallen, daar is het gat van de deur. Daar is het gat van de deur. Hier komt de grote verdette, helder verlicht door het pot. Wat me telkens weer verwondert als je naar beneden dondert, lachen de mensen zich rot. Lachen de mensen zich rot. U zult het niet willen geloven. Zodra ik hier sta, heb ik spijt. Ik heb angst voor het publiek, raak volledig in paniek. Ik weet niks meer, ik ben al mijn teksten kwijt. Pak die microfoon en begin de revue. 10 seconden na nu. Stilte in de studio, handen uit je zakken, joh. Allemaal de mouwen op de stroom. Attentie voor de video, teken voor de audio. Wat jullie allemaal doen. Die show noem ik een veelvraat. Wat hier op het toneel staat, kost minimaal een miljoen. Kost minimaal een miljoen. Alleen dat enorme decor al. Wie heeft deze waanzin gemaakt? De kostuums van het ballet, de japon van de vedette. Als van hem lag liepen wij je poedel naakt. Ik ben geruineerd door jullie revue. 10 seconden na nu. Stilte in de studio, handen uit je zakken, joh. Allemaal de mouwen opgestroopt. Attentie voor de video, teken voor de audio. Action, camera, loopt. Stilte in de studio, handen uit je zakken, joh. Allemaal de mouwen opgestroopt. Attentie voor de video, teken voor de audio. Action, camera, action, camera, action, camera, loopt. Televisie gespeeld. Kan die bank wat meer naar achter? De muziek een beetje zachter. Wie staat er nou weer in het beeld? Kom, laat de mensen eens lachen. Want er is al ellende genoeg. En de Gooise matras heeft geen cent meer in kas. Dus we doen het maar met onze eigen ploeg. Ik wens u veel plezier met deze revue. 10 seconden aan nu. In de studio, handen uit je zakken, joh. Allemaal de mouwen op de stroot. Attentie voor de video, teken voor de audio. Action, camera, loopt. Stilte in de studio, handen uit je zakken, joh. Allemaal de mouwen op de stroot. Attentie voor de video, teken voor de audio. Action, camera, action, camera, action, camera, loopt. Action, camera, action, camera, action, camera.
en hoe is het ermee? Alles goed? Ja. We hebben elkaar lang niet gezien, hè? Thuis ook. We hebben nu ook daar thuis ook lang niet gezien, hè? Moeten we niet meer doen, hoor. Zo lang uit elkaar, hè? Mekaar zo'n tijd niet gezien, hè? Maar u ziet er goed uit. Mag ik zeggen, al gelijk aan het begin? Niks veranderd. Het is nog steeds dat grote zwarte gat waar ik tegenaan kijk. Dus nog eens ik loop, heb je gezien dat ik moeilijk liep? Niet gezien thuis ook? Nee, ik loop een beetje moeilijk. Hoe als ik loop, zoals ik me voel, loop ik zo. Erg, hè? Vanmorgen mijn belastingaanslag op mijn voet laten vallen. Maar dat komt aan, hoor. Het gaat vanavond over televisie allemaal, hè? Het is niet voor de televisie alleen. Het heeft ook met televisie te maken. Alles wat we doen gaat over televisie vanavond. Dan kom ik bij zo'n tv-gek, hè? Je praat over een tv-verslaafde. Hier staat er een, hè? Oh, als ik thuis ben ik vaak thuis. Maar als ik thuis ben, ik ga s'avonds voor het toestel zitten. Ik blijf zitten tot het afgelopen is, hè? Ik ben als de dood dat iemand hem aanzet, hè? Wat een programma's op die buis zit. Nou, vanavond ook weer. Het is toch verschrikkelijk, hè? En ik heb nou zo'n kleurentelevisie. Nou, kleur, het is zwart-wit, maar je betaalt je groene geel, dus komt zelden neer, hè? Maar die programma's, ik ben zo zat. Ik heb nou van mijn toestel heb ik een aquarium gemaakt. Maar ja, het helpt niet. Frits Bom kan zwemmen, dus ja, je hebt er niks aan, hè? Nou jongens, ga een beetje lachen met elkaar. We hebben net al gezongen van er is al ellende genoeg in de opening. En daar gaan beginnen we vanavond, zoals iedere televisieavond ook begint. Beginnen we ook vanavond hier in de Schouwburg met het journaal. Waar is de nieuwslezer? We moeten zo meteen beginnen. Ik begrijp niet dat de mensen niet even willen luisteren, meneer. Het is al vanaf vanmiddag 2:30 dat ik dezelfde vraag stel. Wat is nou precies het probleem? Ik ben over tijd. Het lijkt me niet zo best. Nee, zeker niet. U weet, het journaal mag niet langer dan 18 minuten duren. Moet u eens kijken wat een pak tekst ik hier heb liggen. Dat krijg ik toch van zo langs als ze leven in 18 minuten niet gelezen. Kunt u Nelis met Kroes niet inkorten? Moet die nog kleiner? Moet u mij vertellen hoe ik dat moet doen? Nou ja, laten we het bericht van Verkeer en Waterstaat er maar uithalen. Het hele bericht van Verkeer en Waterstaat kan eruit. Oh, dat scheelt een heel stuk, ja. Ja, dan kunnen we beginnen, dacht ik. Nou, uitstekend. Succes. Ja, dank u zeer. Gut, dat valt mee. Nou, zal ik hem even nog naar boven bellen. Hallo, de regisseur heeft beslist dat het bericht van Verkeer en Waterstaat eruit kan. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat begrijp ik ook niet. Nee, omdat jullie dat normaal altijd zeggen boven. Ja, vanzelfsprekend. Nee, hij stond hier vlak naast me en hij zegt dat het hele bericht van Verkeer en Waterstaat kan eruit. Ja, oké. Daar wordt verder niet meer over gediscussieerd. Wat hebben we hier? Hoe kom u vanavond weer op het scherm? Krijgen we u vanavond weer te zien? Ja, ik moet zo het journaal lezen, meneer. Blij dat ik werken moet. Ik hou niet zo van ze naar zagrijnige koppen. Ja, het is nooit zo vrolijk van. Nou, Lubbertje, kom haalt je tegen. Die zegt, heel leuk, mooi hoor. Hè. Er lopen twee hoge schoenen, die lopen door de Leidse Kalverstraat. U wil misschien een leuke mop gaan vertellen. Daar verzet ik die lopen. Nee, wacht nou even. Maar daar hebben we nu geen tijd voor, want ik moet zo het journaal lezen. Wat komt u doen? Zegt u even snel. Oeh, ik sop. Ja. Ik stop, ik maak het hier schoon. U moet hier trouwens wel horen. Ja, ik vind het prima dat u wordt hier meneer, weg. Luistert u nou even. Gaat u even schoonmaken na de uitzending. Nee. Ik krijg al een teken. Nee. Goedenavond. Oppositieleider Den Uyl is vanavond teruggekeerd van zijn vakantie. Hoe? Bent u er nou nog? Houdt u mijn vakantie geweest? U moet weg hier. Ik heb hem zelf ook een keer geboemd met vakantie. Wat was het? Was u de Holler? Hij was er in de Holler. Het was bij het vallen van de nacht. En achter ging zo'n huvels naar Riboe. Koekoek zacht. Koekoek, koekoek, Riboe. Ik weet toch ook. Kan zo toch niet? Ik ben er niet. Hedenmorgen besliste de topleiding van de KLM... dat er binnenkort een fusie zal plaatsvinden... tussen deze luchtvaartmaatschappij en de firma Bonaparte Tapijt BV. Zeker vliegende tapijtjes maken. Nou, weet u er nou nog? Gaat u toch weg? Uit een landelijke enquête die gehouden is door de NVSH... Oh, NVSH, die kennen we wel. Die Vereniging van Honkebonkers, die kennen we wel. Die kennen we wel, NVSH. Is gebleken dat 250 vrouwen 4 maal per week met een getrouwde man naar bed gingen. Oeh, en hoe is het nou met die man? Kan iemand die man zie je nou hoe je dat journaal leuk kan opklooien zo? Oh, wat een taal. Weer een kruimeltje hier. Weer een kruimeltje daar. Zie je hoe opklooien? Dames en heren, onze welgemeende excuses. Hoezo? Wat heb je gezegd? Wat zei nee, je? Dat u er bent. Oeh. In de Haarlem Bowling
vonden gisteren wereldkampioenschappen plaats. In een bowling? Ach, ik ben zelf namelijk ook zo'n bowler, hè. Oh, als die mij ziet lopen, dan zeg ik, nou, daar lopen een zware bowler, hè. Dat interesseert toch niemand? Weet je wie ook zo'n bowler is? Hoe heet hij ook alweer? Die acteur met die badmuts. Heel bekend ook. Met die badmuts. Ik ken geen acteur met... Kojak, natuurlijk, Kojak. Dat is ook een zware bowler, hè. Dus die staat in de bowling met zijn badmuts op. Die bukt zich even om zijn schoen vast te maken. Komt er een vent langs, steekt gelijk twee vingers in zijn neus. Gaat het nou? Een kruimeltje hier. Geef een kruimeltje daar. Vind je niet vreselijk leuk? Eerlijk zeggen. Ik vind het veel leuker als u nu weggaat. De bekende Amsterdamse zanger Willy Alberti... heeft gisteren tijdens zijn vakantie in Italië een blauw oog opgelopen. Hij is behandeld in het ziekenhuis ter plaatse op de afdeling Eerste Hulp. Maar hij komt na een half uur alweer naar zijn hotel terugkeren. De zanger heeft besloten om zijn vakantie toch nog voort te zetten. Dan ben je al zo en dan dat ook. Buitenland. Hoe kwam het? Hoe kreeg die blauwe oog? Staat er niet. Ja. Misschien Vanessa draaide zich ineens om. Bam! Je weet het niet. Hoe niet? Dat kan niet, dat hij twee blauwe ogen wilt hebben. Nee, forget about, zeggen de Fransen. Forget about. Nogmaals onze excuses. We gaan door. Buitenlands nieuws. President Reagan. Reagan. President Reagan. Reagan. Is vanmorgen in Portugal aangekomen. Oeh, hoeveel? Bij aankomst op het vliegveld van Lissabon is hij van de trap afgevallen. Oh, zou er afgevallen ook? Nou, wat een bericht. Kan je deze goed roepen? Reken niet meer op zijn oude geweer, jongens. De astronauten Johnson en Thompson... hebben tijdens hun ruimtewandeling een gesprek gehad met de vluchtleiding in Houston. Gelul in de ruimte allemaal natuurlijk. In Birmingham... In Birmingham. Smakelijk eten thuis. In Birmingham. Birmingham. Zit je lekker met je sneetje, weet ik veel. Birmingham. In Birmingham. Nou, dan gooit de kat het ook terug. Dag. Is in een staalfabriek een arbeider bij een bedrijfsongeval twee vingers kwijtgeraakt. Ja, hij merkte het pas toen hij s'avonds in de kroeg twee pils wilde bestellen. Vanavond mag ik twee. Goedenavond. Uit een enquête die gehouden is door het Bureau van Statistiek... is nu duidelijk geworden waarom sommige mannen 's nachts uit bed moeten. Oeh, ben je erachter? 15% doet dat om iets te eten, ja. 10% om iets te drinken. En 75% kleedt zich aan en gaat naar huis toe. Goedenavond. Het kan zo. Dames en heren, we gaan dit bulletin bekorten. We gaan het zelfs besluiten. En wel met het weerbericht. Het weer... Blijf van de microfoon. Het... microfoon? Vind je dat je tegen een tennisbal zit te lullen? Het is gewoon een tennisbal. Hier kijk, oh, hier kijk, nou, hier. Gewoon een tennisbal. Kom bekijken, dat kan je niet zien daar vandaan. Gewoon een tennisbal. Ik zweer, gewoon een tennisbal. Dat zeg je nog nooit gezien, de ene bal praat tegen de andere, dat zie je nou. Leuk hoor, leuk. 15 love. Ik vind je heel sterk, hoor. Heel sterk. Ja, het is zo wel genoeg. Pardon? Het is zo wel genoeg. Tot besluit het weerbericht. Een depressie nadert langzaam ons land. Hoe? Komt je schoonmoeder het weekend? Is toch niet leuk voor mijn schoonmoeder, zijn lieve mens. Oké. Vergezeld gaande van hevige rukwind. Mijn tekst heel klein opgeschreven. Mijn tekst staat heel klein hier opgeschreven. Ik kan het zo lezen. Leuk hoor. Bedankt. Ja, nou weet ik het niet meer hoor. Nagende wolkenvelden. Tot besluit. Tot besluit. Het weer. Nou, hou nou op. Ik kan niet zien van mijn hoofd af. Ik kan niet zien. Het is heel klein geschreven. Tot besluit het weer. Het weer. Oh, het weer. Nee, ho, wacht even. Ho, wacht nou. Wat is er? Nee, ik kan zo toch niet werken? Nee, ik ben net klaar met schoonmaken. Ik had een fotootje namelijk als haarvereniging. Als ze schoongemaakt hebben, zei ze, een fotootje, even handje klein geld, weet je wel. Nou, dat kunt u mooi vergeten. Hoezo? Nou, met die flauwekul, u hebt de hele uitzending in de war gestuurd. Nou, oké, zo kom ik misschien wel van u af. Ja, pak u even handje klein geld. De enige manier om misschien van u af te komen. Dan pak ik even de handjes. Wat bedoelt u?
Is dat uw voet on the bank, die voet? Is die voet van u? Nee, dat is een boek. Who is a boek? Who? I thought it was a foot. Who is a boek? Oh, is a boek. 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 Ja. Nee, dat komt zo. I come from the buitenland, hè? Oh. Yes. So I always say the verkeerde woord natuurlijk, hè? Yes. Ah. Yeah. Who is a boek? Ja, dat is een boek. Well. Is a boek. What is then a foot dan? Dit is een voet. Where? No. No, I heb geleerd op de evening school, hoe heet het ook weer? Dat is een schoen. Nee, dit is een voet. No, is een schoen hoor. Nee, kijk. Dit is een schoen. Hoe zit is een schoen? Ja. Zit is een schoen. Oh, zit is een. En dit is een voet. Zit is een schoen en zit is een. Well. Learning all the time, hè? Learning all the time. Yes. Oh, yes. Oh, I know nog een moeilijke woord. How was de andere woord ook alweer? Was oksel. Oksel. Ook ja, oksel. Ja, oksel. This is your oksel, this. Dit is de mijn. I have twee zelfs. Nee. Was in nee. De aanbieding. Dat is een knie. Dat is een knie, hoor. En oh, dat is een knie, en dat is een knie. Is een knie? Ja, is niet een oksel. Silly me, is een knie. Zo zie is mijn knie. En zo zie is... Learning all the time, hè. Learning all the time, yes.
Oh, hij heeft geleerd een nieuwe woord. Hij moet eigenlijk opschrijven in mijn voet, maar nee. Hij heeft mijn voet vergeten, geloof ik. In het boek? In het boek, yes, yes. Oh, well, never mind. Hij onthoudt wel in mijn kont. Hij heeft een grote kont, zo hij kan een hoop onthouden. What you? Dat is uw hoofd. Dat is uw hoofd. Is dat uw hoofd? Nee, dat is niet mijn hoofd. Dat is uw hoofd. Hoe is uw hoofd? Ja. Zo ziet het mijn hoofd. Is het. Well, learning all the time. Learning all the time is a hoofd, yes. But wat is dan een kont? Nou, dat woord gebruiken we niet zo vaak. Oh, no. Nee. Wij zeggen meestal bibs. Hoe? Bibs. Bibbesen. Bibbesen. Bibs. The funny word, de bibbesen. En wat is dat dan, een bibbesen? No. Is dit een bibbesen? No. Ja. Oh, yes? Ja, ja. So this is my bibbesen as it's over. I mustn't do that, no. I can't help myself, no. I mustn't do that, no. Maar er komt zo, I saw you sitting the neck on the bank al, hè. En I sing meteen bij mezelf, well. Dat is nou helemaal mijn tieten, hè. Helemaal. Van alle vrouwen heb ik gezien in de Holland, de leukste tieten die er rondlopen, hè. Wow, oh yes, hoor. Ha, nee. No. U bedoelt type. Hoe? Een leuke type. Leuke type? Oh, leuke type. Ja. Leuke type. Ah, ja. Leuke type. Ja. Wat is dan Tite? Ja, laten we het daar nou niet over hebben. Oh, zeker weer verkeerd. Oh, I'm always saying the verkeerde woord. Nou, zo heb ik het niet bedoeld. I go away. I go away. Oh, no. Oh, no. Ga door. Oh, no. I go up to the... Ik word een beetje misselijk. I go up to the groenteboer. I go up to the groenteboer en I... Ik go wat toe de groenteboer en hij eet dan wel een Hollandse nieuwe haring of zo, yes. Wat is er? Hou je van Hollandse nieuwe haring? Nou, hij houdt helemaal niet van Holland, maar is het enige ding hij kan bestellen in de Nederlandse. Ah, yes. Het is wat. Weet je wat we dan doen? No. Dan ga je lekker met mij mee naar huis en dan eten we met z'n tweetjes. No, ja? I can't do that. Nou, wat zal je puppy en je mummy er wel van zijn? Ik woon alleen. No. Oh, you woon alone? Ja. Learning all the time, hè? Learning all the time, yes. Kijk, stapbus 52. Laten we opschieten. Oh, yes. Let's hurry over. Je hoeft niet op te schieten. Bus, die staat er nog naar bed, zie je wel. Die weet nog maar een minuut, hoor. Nee, hij staat er nog maar net. Nee, hij staat er nog naar bed. Dat u nee, dat nou hij niet hij staat er nog maar net. Is dat zo? Ja. Maar wat is dan naar bed, dan? Dat vertel ik je thuis wel. Zie thuis me, ja. Oh, de voet. Are you English? Hey? Are you English? Nee, ik kom uit Rotterdam, maar als ik dat laat horen, versier ik nooit wat. I'm coming! Televisie van alles gehad zo in de loop van de avond. Zal ik even nakijken of we niks vergeten zijn. Dat zie je altijd zien, hè. Dan zijn we bezig en dan vergeet je weer dingen. Moet ik u allemaal weer bellen morgen van kom nog even, we hebben dit of dat vergeten. Dan heb ik dat handige omroepblad heb ik meegenomen. Dat vind ik hem tenminste, want zo handig is het ook weer niet. Klein marmel. Oh, hier is het al. Zo'n handig boekje dit, hè. Dan zoek ik even de maandag. Heb je een kwartiertje? Oh, zo'n handig boekje dit, hè. Er staan ook allemaal programmagegevens tussen de reclames door. Wat handig is dat, hè? Oké. Ja, hier, 6:30. Sesamstraat, daar hadden we net mee moeten beginnen. U zal ook niks zeggen. Daar hadden we mee moeten beginnen, het programma natuurlijk. Met Sesamstraat, hè? In Sesamstraat. Doe nu even mee gezellig met z'n allen. In Sesamstraat. Oh, nou, wat kinderen. Dat wist ik helemaal niet. Wat leuk. Oh, ik kijk er zelf ook zo vaak naar. Die twee zijn het leukste, vind je niet, hè?
Die hamburger met die banaan. Leuk zijn die, hè? Ernie en Bert. Bert? Ja, Ernie. Ik heb een hele mooie handel momenteel, Bert. Oh ja, Ernie. Ja, ik verkoop postduiven, Bert. Postduiven, Ernie. Ja, ik verkoop ze smorgens. En s'avonds zijn ze alweer bij me terug, Bert. Bert, weet jij wat er vanavond op televisie komt? Ron Bromstede met de Showbiz Quiz. De Showbiz Quiz. Uw zaterdagavond spelprogramma over film, revue, theater en televisie. Met veel sterren, vier kandidaten en... Ja hoor, daar is die weer. Uw boomlange, bloednerveuze, iets wat onbeholpen... Zo sympathieke presentator, Ron Bromsteder. Hartelijk goedenavond, dames en heren. Is die lang, hè, die brandsteder? Er komt geen eind aan, hè? Eigenlijk heet die brandladder, mag niemand weten natuurlijk, hè? Altijd, als kind was hij al zo lang, hè? Veel mee gepest op school natuurlijk. Hé, hey, lange, ja, kou boven. Is hij wel besteld in een restaurant, moeten we het boven brengen. Ja. Ja, Ron zelf zat er vreselijk mee, heeft zichzelf nog een keer voor de tram gegooid. Zag helemaal niet meer, zich, gooide zich zo voor de tram. Zeg. Kon niets gebeuren, tram stond in de remise, maar het idee dat je doet. Hè. Kleuteraars. Het weer van afgelopen winter was niet helemaal wat het moest zien. Oh, wat was het koud. Ik heb praktisch iedere dag de open haard gehad. En dat alleen al heeft me zeker 175 gulden gekost, alleen aan lucifers. Op één nacht was het zo koud dat de sneeuwman die ik smiddags had gemaakt... midden in de nacht aanbelde of hij 5 minuten binnen mocht staan. Even een blik op de weerkaart van morgen... Het weer van morgen ziet er als volgt uit. Nou, wij kunnen maar beter net als Benny Neeman gewoon in ons nest blijven. Vrijgezel die gaat pas slapen, als hij net de buurvrouw heeft gezien. Haar haar zat vol met papillotten, en zonder tanden bovendien. De vrijgezel begon te gapen, ook haar gezicht zat vol gemijn. De vrijgezel is toen gaan slapen en dacht, dat is niks voor mij. Nou, we hebben politieke partijen, hebben we ook nog op televisie ooit. Hij ook weer met het hoge voorhoofd. Huiltje, de huil. Ik zie ook, even de arbeid. Weet je, we zijn natuurlijk blij, de partij wordt steeds populairder. Alleen vanmiddag al waren meer dan 1000 mensen bij het partijbureau. En echt niet alleen omdat het in de brand stond, echt niet. Maar ik dacht u aandacht vragen voor een man, bekend van Radio TV's. U kent de man op haar, het is Henk van der Meeden. En heren, welkom bij TV Privé. Waar we jou vanavond weer de ene stunt na de andere stunt voor u hebben. En wij beginnen zo dadelijk al meteen met een Amerikaanse filmster. En zij komt uit Amerika. Maar
voor ze hier is, is hier eerst onze eigen Leo Tower. Je komt er zo aan, hè? En ook maar een gewone jongen. En met twee handen begonnen, hoor. En dat zal ik nooit vergeten, jongens. Here we go again. Onderuit de zak. Onze chaos is ruimtevaart. Hebben we u vanavond weer schitterende beelden van de laatste Amerikaans-Russische ruimterace rond de aardbol. En nu reeds kan ik u wat prototypes tonen van ruimteschepen die komend jaar in de ruimte zullen verschijnen. Ik heb hier allereerst een gloednieuw model. Het was nog niet eerder op de televisie te zien. Dit is de eerste keer. De Paper Space. Het is een Belgisch ontwerp. Hij leek vrij klein, maar kijk eens wat een ruimte erin zit. Zo hoog het volgende model, dat kent u waarschijnlijk al wel. De Space Shuttle. Deze speciaal ontworpen voor pendeldiensten tussen de maan en de aarde. Voor de lancering van deze Space Shuttle worden op de aarde speciale lanceerinstallaties opgericht. Zo'n lancering gaat als volgt. Hop. Die is naar de maan. Op de maan aangekomen staat er ook weer zo'n man. Die schiet hem dus weer terug, zodat je regelmatig heen en weer geschiet hebt. Dit is de Willem Ruijs Lotto Show. Live vanuit het amusementcentrum van Nederland. Hier is hij, Mr. Lotto, Willem Ruijs. Make them blue, sunny boy.
know your worth. You made a heaven for me right here on earth. When I'm old and gray, dear, promise you won't stray, dear. On top of the world, just rolling along, I'm quitting the blues of the world, just singing a song, glory hallelujah, I just phoned a parson, hey park it ready to call, just like Humpty Dumpty, I'm going to fall, I'm sitting on top of the world, just rolling along, just rolling along. Mammy, mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I've just learned that the sun shines best. When I get to that swamp.
Ja, juffrouw Jansen met Van Dingelen hier. Ik zie hier een opdracht voor een reclamezin. Die begrijp ik niet helemaal. Een ontwerpje schijnt dat te zijn. Pas echt stevig zit mijn kunstgebit na gebruik van bisonkit. Ik denk niet dat dat de bedoeling is, juffrouw Jansen. Wilt u het bureau even vragen wat ze wel op het oog hebben? Ja, graag. En dan zijn we nu bezig met die sollicitatieprocedure voor nieuwe modellen voor onze reclamefilms. Zit er nog iemand in de wachtkamer? Nog één model. Wilt u dat model dan nu maar vragen onmiddellijk naar mijn kantoor te komen? Ja, dank u zeer. Entree. Wel, wel, wel. Daar heb je het model. Nou, dat is daar. Uitstekend. Neemt u plaats. Goedenavond. Gaat u zitten. Ik werd doorgestuurd als vanwege zodoende. Ja. Nou, kruipen maar in, hè. Dat klopt, dat klopt. Heel mooi. Uw naam is Bossinade? Ja, de heer Bossinade, ja. Dat klopt. Ja. En van voren? Ik zit in de brillen. U zit in de brillen? Ja. Ja, is ook te zien. Ja. En van voren? Van voren? Ja, Bossinade, uw voornaam? Oh, Dick. Ah, Dick. Dick Bossinade. En u komt solliciteren als model. Oh. Oh, ja, natuurlijk, natuurlijk, ja. Ja, ja, ik wist niet dat u het ook wist. Ja, natuurlijk, want u komt solliciteren bij mij, hè? Oh, u gaat erover. Ja, ik heb alle gegevens hier. Oh, ik denk al, wat doet u nou hier? Oh, u gaat erover. Ja, ik ga eens kijken of u geschikt bent. Vanzelf, vanzelf. Ja. Zeg, volgt u de reclames op televisie? Nee, nee. Ik kijk er wel veel naar, hoor. Bijvoorbeeld die ene, hoe is die ene ook weer? Heel natuurlijk, bekend ook. Nou, u hoeft ze niet allemaal op te noemen. Gisteren deed ik het nog. In mijn zelfgemaakte soep. Vind ik altijd een beetje onsmakelijk, hoor. Maar het is nou toevallig een die me zo ineens te binnen schiet. Maar nou, ik moet dus zeggen, ook dat vind ik een hele keurige reclame. Een charmante dame die dat zegt. Nee, ik vind hem keurig. Ja, maar toch niet als je net al gehoord hebt dat ze het in de soep hebt. Nou, dat is niks bijzonders. Nee? Onder ons gezegd, ik doe het ook wel eens in mijn soep. Even zo entre nous. Oh, ja? Ja, hoor. Maar gewoon van tevoren al, in de pan al. Tuurlijk gaat rechtstreeks de pan in. Oh. Maar doe je zeker wel het gas een beetje lager als je even... wel nee, dat is met vol gas. Vol gas? Ja. En echt heel smakelijk. Oh, ja? Heel smakelijk. Maar krijg je dan geen rode oortjes als je gaat zitten? Dat kan toch niet? Wel nee, bevalt uitstekend. Nou ja, viesrik hou je altijd, hè. Daar kan je niks aan doen, hè. Wat zegt u? Ik ben lekker weer geweest vandaag. Oh, ja. Lekker maar goed, weer. Even ter zake. Wij zijn op zoek naar nieuwe gezichten voor onze gloednieuwe koffiespot. Oh, die vind ik altijd zo leuk, koffiespot. Oh, hij daar praat over. Ja, die zijn gezellig, hè. Oh, ja, die zijn gezellig. Hoe gaat het ook? Heel bekend ook, die koffiespot. Oh ja. Miauw, 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 miauw. Nou, als wij hem zien, nee, dan gaan we van de leren bank af. U haalt er twee door elkaar, Nou, die vind ik heel erg leuk. Nou, kom het ook. Wij kennen die poes heel erg goed, hè. Welke poes? Die kennen we heel goed, namelijk de poes van mijn buurvrouw namelijk. Poes van mijn buurvrouw. Oh, die poes die ze gebruiken in de reclame, die... Ja. Oh ja, die, ja, dus die kennen wij heel goed natuurlijk. He. Nou goed, dat is ze interessant. Ze moeten een wildvullende poes hebben. Nou, mijn buurvrouw heeft een gigantische poes, hè. Oh, je weet niet waar je ziet. Ja, wij kennen hem heel goed, want ze zitten er altijd mee voor het raam. Een zonnetje schuiven, joh. Lekker zo met de poes voor de raam, hè. Dus wij kennen dat. Maar hadden ze dat van de televisie gehoord of zo, schijnbaar, hè? Dat weet je toch nooit. En die hadden opgebeld van... goh, we hebben gehoord, u hebt een grote poes, hè? Ja, nou, zei mijn buurvrouw nog, weet je wel. Wow, je gaat van jezelf niet zeggen dat je grote poes hebt natuurlijk. Dus je zegt van, wow, ja. Ja, nee, we hebben gehoord. En kunnen we eens komen kijken met een Volkswagenbusje? Nou, we wees eens kijken. Nou, die vielen van de ene verbazing in de andere nu natuurlijk, hè. Dus hebben ze die poes helemaal ingekruld, hè. Beetje leuk opgekampt dat hij er vrolijk uitzag. En nou, iedere avond is de poes van mijn buurvrouw op televisie. Is leuk, hè? Is toch leuk? Sta je normaal niet bij stil dat je met je poes nog zoveel geld kan verdienen? Laten we eerlijk zijn. Meneer Bossinade, u maakt nou een verhaal over iets heel simpels. Nou, ik zeg gewoon, omdat wij die poes... Het is gewoon leuk voor die buurvrouw en leuk voor dat beest. Welk beest? Van die reclame. Oh, nou, ik geloof dat we een beetje langs elkaar heen praten. Nee, ik begrijp het niet. Nee, luistert u nou eens even. Het lijkt mij het beste, ik ga meteen, hup, enceneren. Pardon? Ik ga nu enceneren. Oeh. Oh, dan wacht ik even op de gang, want daar ben ik liever niet bij natuurlijk. Dan kan u ook nee, wel... Meneer Dunn. Yes. Ik bedoel, meneer Bossinade, luistert u nou eens even. U doet mee. Ik doe mee? Ja. Nou, ik heb net mijn broek laten persen. Ik wacht even. Goedemiddag. Als u nou even luistert.
Ik zal het u helemaal uitleggen van begin af aan. Wil je doen? Wij zijn hier op het ogenblik in mijn privékantoor. Waar? Hier, dit. Dit is het hart van het bedrijf. Wanneer kom je het afmaken? Het is pas helemaal verbouwd. Is klaar? Ja. Netjes geworden, hè? Dank u, dat vind ik zelf ook. Een zootje, hè? Een zootje. U ziet al, het oude komt weer terug, hè? Het behangetje met het visgraadje. Ja, ja, dat rook ik al toen binnenkwam. En ik denk, nou, heeft er weer een de danselise in de scharretjes gestaan. Nou, en nou maken wij van dit gezellige kantoor... Kolok. Maar we moeten het eerst een beetje opruimen. Je kan er zo geen briquet krijgen. Even stof vrijmaken. We maken ervan een gezellige huiskamer. Dat kan toch? Jawel, dat is mogelijk. Eerlijk? In onze verbeelding. Oh, maar dan moet je heel ver gaan natuurlijk. Nee, als je maar meedoet. Ja, ik doe mee. Begrijpt u? Ik doe mee. Ik ga u testen voor de koffiespot. Oh, gezellig. Gaat u hier eens zitten? Vindt u niet, hè? Nee, heel graag. Neemt u eens plaats. Nou bent u de zoon des huizes die aan tafel zit. Oh, natuurlijk. En dan gaan wij eens kijken of u geschikt bent voor zo'n gezellige koffiespot. Laat u de spulletjes nou maar liggen waar ze liggen. Hè? Of u geschikt bent voor zo'n gezellige koffiespot. En dan... Wat doet u nou allemaal, meneer? Zo, dat was een kantje. Zag je die bek niet open gaan? Dat is een gewone index. Die zijn heel gevaarlijk. Die zijn heel gevaarlijk. Nou roep ik het hoofd van de afdeling boekhouding. Meneer De Vries. Meneer Van Dingelen. Wilt u even komen voor de koffiespot? Ach, maar natuurlijk. Die helpt dan even als we de mensen testen. Wat? Voor zo'n spot. Kijk, dat is het hoofdafdeling boekhouding, meneer De Vries. Meneer De Vries, dit is meneer Bossinade. En ik roep de secretaresse er even bij. Komt u maar. Dit is juffrouw Jansen, mijn secretaresse. Dit is meneer Bossina. Oh. Nou, we hebben wel een stel bij elkaar. Hè? Ze zijn al jaren bij de zaak. Ja, dat moet wel, hè. Dat moet wel. Nog overgenomen van vader. Dat doe je niet meer weg. Dat doe je niet meer weg. Juffrouw Jansen is uw moeder. Oh. Nou, daar zal mijn vader wel van op, hoor, hè. Ik zou wel even een paar jaar gaan varen als hij dit ziet. Nee, ze speelt uw moeder. Oh, alsof. Juist. Oh, alsof. Juffrouw Jansen, wilt u weer even binnenkomen met de koffie straks op mijn woord actie? Tuurlijk. Heel graag. Juffrouw Jansen. Hallo, nu. Nou gelijk? Ja, meteen even. Eh? Weggaan en dan terugkomen op mijn woord actie met koffie, hè? Nou, ze ziet wel iets in u, meneer Dunn. Nou, het zal wel een geelsjasje wel weer zijn, hè? Wie weet. Nou goed, moeder komt dus straks gezellig binnen met de koffie. Opa zit daar genoegelijk zijn krantje te lezen. En u, meneer Dunn. Zeker wel gauw uit, heeft u, meneer. Nee.
En u bent gezellig bezig met een bouwplaatje. Met een bouwplaat? Oh, ik heb als kind zoveel bouwplaten gemaakt. Nou, dat komt dat goed stelt uit, deze voor? Want hier ben ik gauw mee klaar, denk ik. Ja, een beetje fantasie. Laten we zeggen, we maken er een schip van. Dat is schip. Oh, ik heb heel veel schepen gemaakt. Het moeilijkste, weet je nog wel, was altijd de reddingsbootjes, hè? Daar had je van die kleine reddingsboot. En dan was hij aan het kniepen. En hij van die lippies, die moest hij plakken. En dan kniep je zo'n lippie daar. Dan kon je niet meer plakken. Dan had je zo'n lippie daar. Heb je dat nooit gehad? Dat je met zo'n... Nee. Oh, ik wel. Regelmatig. En dan moest je met zo'n plakbandje. Maar het werd nooit mooi natuurlijk. Maar nou gaat het erom... Nee, dat zeg ik. Werd niet mooi. Nou gaat het erom hoe u reageert als moeder binnenkomt met de koffie, hè? Oh, ja. Juffrouw Jans, attentie, actie! Ja? Hier is de koffie. Oh, voor mij even niet. Ik ben net met de reddingsbootjes bezig, hoor. Nee, maar nou doet u het fout. Hoezo? Nou, u moet blij zijn dat er koffie is. Nou, ik neem tweede bakje wel. Ik wacht wel even tot... Dat zeg je toch niet in de reclame? Ik neem mijn tweede bakje wel. Ik ben toch niet zo lief, hè, mevrouw. Ik wacht wel even, Spinja. Heel dat u van koffie houdt. Zo. Juist, alsof. Juffrouw Jansen, wilt u nog een keer terugkomen met de koffie, alsjeblieft? Nog weer? Ja, meneer had het nog niet helemaal begrepen. En? Ja, even snel, een beetje tempo, anders duurt het allemaal zo lang, hè? Ja, nou, opgelet. Moeder staat weer klaar met de koffie. Attentie, actie! Ja, daar is ze. Koffie! Nou, heb ik voor elkaar mijn hele reddingsboot vanmiddag, gek? Zeg, wat interesseert ons zo'n stom reddingsbootje? Ja, wat is er zo stom? En nou, dan kom je wel achter als je in de Javazee weg, ja, hè? Je hebt allemaal wel eens dat je in de Javazee legt. Zal maar zeggen, je legt in de Javazee, hè? Oh, jij weer niet? Verder iedereen in de Javazee, hè? En op een gegeven moment, het gaat stormen, hè? Oh, dames en heren, attentie, iedereen in de reddingboot, het gaat stormen, hè? Wel waar, je hoort het toch, dat het gaat waaien, gek! Sla overboord, eigenwijs! Iedereen in de reddingboot, ja, de reddingboot legt om midden. Nou ja, er is koffie, ja, zo is het ook. Meneer de Vries, u wordt bedankt, u kunt gaan, juffrouw Jans, u kunt gaan. Oh, het was waardeloos. Ja, het was nul. Het was 0,0. Het was niente caliente. Het was afschuwelijk. Tuurlijk, het was prut met een rietje. Het was super slecht. Wat heet, het was knudder. Het was afgrijzelijk. Het was... Het was abominabel slecht. Ja, oma, ze is al weg. Wat erg was het. Ik heb het niet tegen haar, ik heb het tegen u. Hallo? Er durfde niks van wat u deed, u kunt wel gaan. Oh. Ik dank u zeer voor de moeite. Wacht eens. Wat is? Misschien kunt u beter binnenkomen met de koffie. Dat ik even speel vermoeden. Nee, dat u enthousiast met de koffie binnenkomt, dan doe ik even de bouwplaats. Oh, voorzichtig met de reddingsbootjes. Dat is niet belangrijk. U komt enthousiast binnen met de koffie, hè? Natuurlijk, ja. Attentie, actie. Weet u waar de filterzakjes staan? Dan zet ik even vers. Nee, misschien... natuurlijk niet. U komt met lege kopjes binnen. Filterzakjes, daar gaat het niet om. Attentie, actie. Ja, daar! Ah. Zo. Wat een bende. Ik struikel natuurlijk over die schuine rand hier. Dat is ook heel gevaarlijk. Nee, dat heeft er nog niks mee te maken. Voor andere mensen die er geen erg in hebben, op een gegeven moment zien ze niet, komen ze binnen. Stom van mij. Een inbouwkast. Ja. Legt u dat blad nou maar daar neer. Ja. En dan geef ik u nog een kans. Nou, ik heb liever algemeen fonds. Nee. Vrij parkeren. We laten de kopjes hier, we laten het blad hier. Oh. En toch komt u binnen met koffie, maar u speelt de koffie. U speelt het blad. U speelt de kopjes. Mimisch. Mimisch. Attentie, actie! Ja, daar is de koffie, hoor jongens, daar hoor de koffie! De koffie is eindelijk binnen, de koffie is klaar! Wie is dat? De koffie? Maar wie is dat dan? De Douwe Egberts. MUZIEK
Voor leven een uur lang is een wens. Ik moet op de sluier en de zeilen de tent. De lichten gaan uit en we sluiten de tent. Voor u in de zaal de kleine jassen. En thuis moet u de afwas gaan doen. U wassen, u weet je van wassen. Stop. We zijn helemaal nog niet aan het eind. We moeten toch nog dat stunt doen van Superman. Ja, maar dan moet die man hier zijn natuurlijk. Waar is de stuntman die voor is Superman? Hier niet. Die hallo, had er al lang moeten zijn. Ja, de stuntman voor Superman. Hallo. Ja, dat is hem. Morgen bij Pieter Kloppende. Ah, ben u nou hier? Het geheim dat je deelt met Sandman. Geen intimiteit alsjeblieft. U gaat hier opzitten, want u gaat de lucht in. Voorzichtig. Ja, het is voor de eerste keer dat die stuntman niet... Bent u wel eens meer de lucht in gegaan? Nou, ik heb vroeger veel gasketens gerepareerd, dus ik weet niet wat u moest leren. Neemt u me niet kwalijk. Nou, we gaan het maar proberen. Superman omhoog. Nu. Superman! Let me fly again. Let me... Ja, prima. De finale, we maken een eind met het ballet. Een niet als salut en het is uit met de pret. Hooguit 1 minuut en dan kunt u naar wet. Voor u in de zaal terug naar de jassen. En thuis kunt u de afwas gaan doen. U was een publiekje van klasse. Het fijnste van heel het seizoen. Laat ons hier weg, rechts, nu zonder allen.